Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Technisch directeur Mo Allag maakt de overstap naar Maccabi Haifa in Israël. Mark van Hintem, hoofdscouting bij Vitesse, neemt tijdelijk de taken van Allag over totdat er een nieuwe technisch directeur gevonden is. Ja, inderdaad. Plotseling was daar het vertrek van Mo naar Israël. En toen ben ik vrij snel gevraagd door de club om het over te nemen. Een bekend gezicht, een echte Vitessenaar, zowel binnen de club als buiten de club. Ja, klopt. In diverse functies inderdaad hier al gezeten. En nu sinds 3 jaar weer terug als hoofdscouting. En er is wel heel duidelijk gezegd, jij gaat het als interim TD doen tot in ieder geval het einde van het seizoen maximaal. Ja, dat heb ik ook gelijk aangegeven zelf. Omdat ik dit vak al heb gedaan en ik het prima vind om hoofdscouting te zijn. Van Hintem speelde van 1997 tot 2002 voor Vitesse. Hij was ook enkele jaren aanvoerder en groeide uit tot international. Als linksback kwam Mark van Hintem 8 keer uit voor het Nederlands elftal. In 2008 werd Van Hintem technisch directeur, waarna Ted van Leeuwen het van hem overnam. Nu is hij dus tijdelijk terug in zijn oude functie. Ja, ik heb natuurlijk ervaring genoeg in alle functies die ik inmiddels al heb bekleed in de voetballerij. Dus ik weet wat er gevraagd wordt nu in de komende maanden, wat er hier moet gebeuren. Dat heb ik inmiddels wel in beeld en ik hoop dat zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Wat moet er gebeuren? Waar komt de focus op te liggen tot het eind van het seizoen? Focus komt te liggen op het aanstellen van een technisch directeur. Op de aflopende contracten van zowel het eerste elftal als de trainers van de academie en alles wat er tussenin zit. Talentvolle spelers binden aan ons in de jeugd, dus ja, werk zat. En als we naar de toekomst kijken, wat voor TD gaat Vitesse zoeken? Vitesse gaat een TD zoeken die verder gaat uitbouwen wat Mo Allag hier heeft neergezet. Hè. Er staat natuurlijk al het een en ander, de academie. De scouting, het innovatief beleid, het lab, noem maar op, beneden. Dus alles staat wel, alleen het gaat erom dat we iemand vinden die voor de komende jaren de club verder uit gaat bouwen. En dat is wat we willen. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.